Zeker in de overgangsfase wordt dat heel belangrijk, want je kunt de klachten die je hebt in de overgang wel verminderen. Los te laten en dat er een andere fase was aangebroken. MeTime. De synthetische hormonen geven wel een verhoogd risico op borstkanker. Nou, we gaan zo naar Hoera de Overgang. En dat is een avond georganiseerd door Evolve Events. Hoera de overgang, dat zei je. Ja, dat zei ik. Dat is natuurlijk niet voor iedereen hoera in de overgang. Maar goed. Nee. En we gaan daar luisteren naar een huisarts. En zij weet alles over bio-identieke hormoontherapie. Precies. En er is ook een ervaringsdeskundige die hormonen gebruikt. Dus ik ben heel erg benieuwd. Naast mij Nora Hendricks. Zij is 33 jaar huisarts. Heeft een prachtig boek geschreven, Het Menopauze Taboe. En gespecialiseerd in feite in hormoontherapie. Ja. Ja, het taboe. Er heerst nog steeds een taboe bij heel veel vrouwen om over de overgang te praten. Waarom is dat toch? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik vraag het me ook dagelijks nog af, eigenlijk. Maar het heeft toch te maken met een soort schaamte die vrouwen hebben. Als het gaat om bepaalde menopauzeklachten. Mm-hmm. Het zweten in bed, de opvliegers tijdens het werk. Mm-hmm. Ja, allerlei klachten van concentratieproblemen. Terwijl het is toch gewoon wat het is. We zitten in een bepaalde fase in de overgang. Het is ook een hele mooie fase, want je hebt ook een verdieping in jezelf. Ja, maar het is nog steeds niet sexy. Dat denken de meeste vrouwen. Het is niet sexy, dus we gaan het niet benoemen. We gaan er zeker niet over praten. Okay. Je vertelde net in je lezing dat je eigenlijk met leefstijl ook heel veel kunt doen. Vertel, wat kan je allemaal doen? Heel belangrijk. Eigenlijk in elke fase van het leven. Ja. Maar zeker in de overgangsfase wordt dat heel belangrijk. Want je kunt de klachten die je hebt in de overgang wel verminderen als je je leefstijl aanpast. En dat betekent gezonder gaan eten, minder suikers, minder alcohol, iets minder koffie. Koffie is niet heel slecht, maar je moet ook niet te veel drinken. Genoeg bewegen. Proberen je stressmanagement te verbeteren. Ik sta hier met Simone de Lorme. En Simone is actrice, voice-over en coach. Maar met name is zij ook ervaringsdeskundige over de overgang. En wat je vertelde is dat er mentaal ook heel veel bij je gebeurd is in de overgang. En toen je dat merkte, wat heb je daaraan gedaan? Nou, ik heb heel bewust een aantal andere keuzes ben ik gaan maken. Ik werd me heel erg bewust van de rollen die ik tot dan toe had vervuld als moeder, als echtgenote of zeg maar, of niet, ik was niet getrouwd, maar hè, mijn leefstijl, de hardheid die ik naar mezelf had als vrouw. Je moest dingen ik van jezelf? Ik moest alles van mezelf, carrière, kind, spirituele ontwikkeling, relatie. En nou, dat deed ik voornamelijk op wilskracht. Ja. En in de overgang werd het mij heel duidelijk dat ik dat niet langer zo kon doen. Want ik werd ook ziek, ik kreeg een longontsteking en ik kreeg allerlei verschijnselen. Je lichaam sputterde tegen? Mijn lichaam sputterde heel erg tegen. Verder een taboe over de hormoontherapie. Hoe zit dat? Dat helemaal. Vooral Nederland is daar heel goed in. Er is een ontzettend klein percentage in Nederland wat hormonen krijgt in de menopauze. Mm-hmm. Minder dan 4%. En is dat met name in Nederland? Ja, precies. Andere landen ligt dat hoger. Maar ik besefte ook dat het tijd was om die rol van verzorgend en moeder los te laten. En dat er een andere fase was aangebroken. MeTime. Yes, MeTime. Zonder dat het... zonder dat het een egoïstische... Want hè, sommige vrouwen zeggen dan, ja, maar is dat niet egoïstisch? Nee, wat is goed voor mij? En toen ben je gaan kiezen voor bio-identieke hormonen. Waarom heb je die keuze gemaakt? Nou, omdat ik had veel verschijnselen, hè, de overgangsverschijnselen. Mm-hmm. En ik ben toen naar mijn huisarts gegaan, heb ik synthetische hormonen gekregen. Maar dat beviel helemaal niet. Daar kreeg ik zulke rare verschijnselen van. Toen ben ik gaan googlen. Wat voor verschijnselen kreeg je? Nou, ik kreeg bijvoorbeeld vocht vasthouden. Mijn gezicht ging er heel raar uitzien. Toen ben ik gaan googlen en dacht, er moet toch iets anders zijn. En toen, via ben ik toen op... de bio-identieke hormonen gekomen. Daar heb ik toen boeken over gelezen een arts had geschreven. En toen ben ik bij een arts terechtgekomen in Nederland. En heb ik een bloedonderzoek gedaan. En ben toen aan de bio-identieke hormonen gegaan. Heb je het geslikt of moest je een pleister? Nee, dat was estradiol gel. En dat moest je er zeg maar zo op je arm. Of je moet dat dan op je benen, de binnenkant van je benen. En dan weet je precies hoeveel? Dat gaat met pompjes. Dus het is één of twee pompjes. Dat is afhankelijk van...
je bloedwaarde, wat er aan hormoonwaarden in je bloed gevonden wordt. En dan 's avonds een utrogestan, dus een progesteronpil. Artsen in de overgang, die schrijven ook heel veel de pil voor bij overgangsklachten. Wat vind je daar nou van? Ja, dat vind ik ontzettend jammer. Want een pil is eigenlijk een synthetisch hormoon wat in dosering 5 tot 7 keer zo hoog voorgeschreven wordt als wat die vrouw op dat moment nodig heeft. Zoveel? Ja, dat is een enorm verschil. En bovendien heb je te maken met een synthetisch hormoon. En daarvan is aangetoond dat het toch wel een iets verhoogd risico geeft op borstkanker. De pil onderdrukt je libido. En de bio-identieke of de body-identieke hormonen, die doet dat niet. Die verbetert je libido. Er is nu zelfs een pil op de markt, sinds kort, waarbij er een toevoeging is gedaan van testosteron. Ze zijn daarmee bezig om dat te ontwikkelen. En ja, er is een grote farmaceut geïnteresseerd gebleken om dat op de markt te zetten. Laat ik het zo stellen. Ja. Daar moeten we alles van weten.